Waterfox is een browser die is afgeleid van Firefox, maar meer oog heeft voor de bescherming van je gebruiksgegevens. Je kunt uiteraard ook de basishandelingen gebruiken die je nu eenmaal nodig hebt om het internet te verkennen. Zo hebben we in de eerste how-to onder andere naar zoekinstellingen gekeken. In deze tweede kijken we naar het maken en beheren van bookmarks. Waterfox is gestart met de ingestelde startpagina. Als je een nieuwe tab opent, zie je een pagina met tegels van pagina's die je eerder hebt bezocht. Door op een van de tegels te klikken, ga je uiteraard naar de betreffende website, maar je kunt de tegel ook vastpinnen, zodat deze altijd hier te zien is. Je kunt de positie van een tegel bepalen door deze te verslepen, waarbij je ook eventueel lege vakken kunt gebruiken. Via de rechtermuisknop heb je nog een aantal mogelijkheden. Zo kun je de betreffende website aan de bookmarks toevoegen. Het venster Nieuw bookmark wordt geopend. Je kunt de naam aanpassen en hier kiezen of je deze aan de bookmarkbalk, het menu of andere bookmarks toevoegt. Via deze knop kun je een map maken waarmee je de bookmarks kunt indelen. Deze map is nu onderdeel van het bookmarksmenu. Dat open je via deze knop. Zo kun je ook de bookmark sidebar in beeld brengen. En zo een bookmark. Ook als je een website bezoekt, kun je die als bookmark markeren. Dat gaat via deze ster. Ook hier kun je weer de naam aanpassen als dat nodig is. Maar wat je ook kunt doen, is tags toevoegen. Via deze knop kun je bijvoorbeeld de bookmarkbalk in beeld brengen. Standaard vind je hierop ook een knop Most Visited, die je eventueel zo in één keer in verschillende tabs kunt openen. Via deze knop ga je naar de Library, waarin onder andere je bookmarks zijn te vinden en waar je deze opnieuw kunt indelen. Van een geselecteerde bookmark vind je onderaan de gegevens die je hebt ingevuld. Via More kun je dit uitbreiden. Via Import en Backup kun je onder andere een backup opslaan en via Restore de gegevens van een bepaalde dag terughalen. Zo kun je gegevens uit een andere browser importeren, waarna je de browser kiest en aangeeft wat je wilt importeren. Daarna sluit je het venster. Je ziet hier de tags. En zo kun je een van de websites met de betreffende tag oproepen. En tot slot, op sommige pagina's vind je de knop leesweergave. Als je hierop klikt, zie je alleen de tekst, zonder kleur. Aan de linkerkant kun je eventueel nog een andere weergave kiezen. Tot zover deze tweede how-to over Waterfox. In de laatste kijken we onder andere naar instellingen.